filmpje met mijn favorieten van deze maand. Dit zijn vooral budgetproducten, want ik heb deze maand ook eigenlijk alleen maar budgetproducten gekocht. Dus vandaar dat er dan ook alleen een filmpje is met de favorieten die bestaat uit budgetproducten. Dus nou ja, veel kijkplezier. Nou, sowieso, ik begin met de producten van Catrice. Catrice vind ik sowieso een heel erg fijn merk. En ik heb sinds kort 2 lipsticks van Catrice. En dit is nummer 120, Col de Ambulance. En dit zijn de Ultimate Color Lipsticks van Catrice. En het is een hele mooie rode kleur. En wat ik heel erg leuk vind is aan de lipstick van Catrice is dat ze in de lipstick de naam hebben verwerkt. En dat ziet er best wel chic uit, terwijl het een heel goedkoop lipstickje is. Maar het ziet er gewoon chic uit, dus ja, dat vind ik wel leuk. En daarnaast heb ik ook de kleur 200 More is More. En dit is een hele mooie roze kleur. En daar ben ik ook heel erg blij mee. En ze blijven best wel lang zitten. En ja, dat is ook natuurlijk wel gewoon wel fijn. Verder vind ik van Catrice ook heel erg fijn de compact poeder en de blush. Ik heb de compact poeder Skin Finish. En dit is nummer 020 Natural Beige. En dat is een hele mooie lichte tint. En die doe ik op na mijn foundation om het af te poederen. En die is volgens mij 4 euro. Nou, tussen de 3 en de 4 euro. Ik weet het niet precies. En de lipstickjes zijn trouwens 4 euro. Dan heb ik nog een blush. Ook van Catrice. Dit is de Deafening Duo Blush 030 Pink Grapefruit Shake. En er zitten hele mooie 2 roze tinten in. En eentje met glitter en eentje is mat. Maar ik gebruik ze eigenlijk door elkaar. En die vind ik ook heel erg fijn. Dan heb ik nog de Allround Concealer van Catrice. En daar zitten 5 tinten in die je kan gebruiken. De groene is voor de rode plekjes. En de roze is voor wallen onder je ogen. En de 3 andere tinten kun je gebruiken voor puistjes en dat soort dingen. En ik vind hem heel erg fijn. Zoals je ziet is deze al bijna op. Dus ik moet weer een nieuwe halen. Maar nou, ik denk dat ik daarom ook maar gewoon nog een extra vloeibare van de concealer erbij koop. En dan deze gewoon nog gebruik voor de andere dingen. Dus die is trouwens 4,50 volgens mij. Nou, dan verder heb ik van, vind ik heel erg fijn, de monokleuren van Rimmel London. Dit is 130 Tribute. En die vind ik ook heel erg fijn. Oh, zit hier een kaartje? Vervelend. En dit is een soort, oh, daar gaat het kwastje. Dit is een soort paarse tint en die vind ik ook heel erg mooi. En ja, ik kan er een hele mooie look mee maken. Dat ga ik trouwens ook nog doen. Ik ga hem gebruiken. En daar komt dus een look van op de site. En dat wordt een look met deze kleur. En daarnaast ga ik ook in dat filmpje uitleggen hoe je een felle lip, hoe je mooie lippen kan kleuren met een felle lipstick. Dus dit komt samen in een filmpje. Verder vind ik van Essence de eyeshadow base heel erg fijn. Dit is de I Love Stage eyeshadow base. En die is heel fijn, want hij is wel wat dikker, maar hij is wel gewoon fijn. Want je hebt veel meer pigment met je, met je oogschaduw en het blijft veel langer zitten. En dat is natuurlijk wel, wel belangrijk. Dus die, en die is volgens mij 2,75 als ik het goed heb. Dan heb ik ook nog een eyeshadow palette van Essence. Dit is de Sun Club Glamour To Go eyeshadow. En er zitten hele mooie aardtinten in. En ook een mooie highlighter trouwens. Dat is deze daar. En ik vind vooral dit perse kleurtje, die peach kleur, heel erg mooi. En daar maak ik ook vaak een look mee. En die vind ik trouwens ook heel erg mooi met die van Rimmel London.
Omdat ik vind het dan leuk om die van Rimmelonde dan in mijn acradeboog te gebruiken. En deze is volgens mij ook maar een paar euro hoor. Of twee volgens mij. 2 euro nog wat. Is echt heel goedkoop. Dan heb ik nog een mascara van Malu Wils. Dit is de Intense Black Mascara. Dit is trouwens wel een dure merk hoor. Maar ik wil hem toch nog even laten zien. Omdat ik deze heb gekregen voor mijn verjaardag. En ik het een hele fijne mascara vind. Omdat hij heel veel kleur geeft. En ook wel wat volume. En nou, gewoon echt een top mascara. Dus ik weet niet precies hoe duur die is. Maar hij wordt vooral ook gebruikt bij schoonheidsspecialisten. Dus nou ja, dat zijn meestal wel wat duurdere mascara's en merken. Die vind ik ook heel erg fijn. Even kijken. Dan heb ik nog een eyeliner stift van Ethos. Die vind ik ook heel erg fijn. Wat ik wel zou aanraden is als je deze koopt, dat je hem zo opbergt. Omdat dan de inkt naar onder loopt en je dus niet een, nou ja, bijna geen kleur afgevende. Ja, dat het bijna geen kleur afgeeft. Dus dan, kijk, nou is die mooi intens zwart. Maar als je dat dus, als je het veel later zou doen, dan niet. En wat je ook heel goed moet opletten, dus als je even eroverheen hebt geblazen en je gaat er dan met je vinger over, dat hij dan niet uitveegt. Want dat is heel belangrijk. Want anders dan, ja, moet wel gewoon goed blijven zitten. Dus dat is wel belangrijk. Dit heeft trouwens niet met budget. Dit heeft niet met, echt met make-up. Ja, dit zijn de kwasten. Ik heb nu even de make-up gehad. En ik ga nu even naar de kwasten. Want die heb ik namelijk ook. Dit is een kwast van Essence. Dit is de Eyebrush. Ik weet even niet. Ja, brush. No, blush. Nee, in ieder geval, dit is een kwast. En ik gebruik hem voor blush en voor poeder. En hij is heel erg fijn. Hij is heel zacht. En ik vind hem heel erg. Ja. Het is gewoon echt een goede budget kwast. En volgens mij is die. Volgens mij 2 of zo. 2,75 of 3. Zoiets. Maar hij is echt heel fijn. Volgens mij was hij ook een keer in de limited edition. En toen was die knalroze. Maar deze is paars. En paars-roze-achtig. Maar hij is echt heel erg fijn. En ik ben hem even aan het zoeken. Waar is dat ding? Oh ja, hier heb ik ook de. Dit is wel de Eyebrush oogschaduwkwast van Essence. En die is ook heel erg fijn. Die is ook paars, maar ik weet niet, die moet ik even schoonmaken. Nou, die is ook heel erg fijn. Die gebruik ik eigenlijk om te blenden in mijn acradeboog. En ja, die vindt. Ja, dat is gewoon ook een hele goede kwast. Volgens mij is die ook maar iets van 1,75 euro of zo. En als laatste heb ik nog 2 oogschaduws van de DA. Dit is van Gerard Bernard, maar ik heb het merk nog niet verder nog niet gezien. Dus, het heeft heel veel pigment. Het zijn oogschaduws. Dit is een blauwe. Het staat trouwens ook niet bij wat voor kleur het is. Het is echt heel raar, maar het zijn wel hele goede kleurtjes. En een gouden. Ik zal ze heel even een zwartje te laten zien. Nou, dit is bijvoorbeeld die blauwe kleur. Is heel fel. En de paarse. De gouden. Die is ook heel erg fel. Dus, nou, dat zijn de oogschaduws. Ik weet dus niet hoe duur die zijn, want ik heb ze dus gekregen. En nou, dit waren mijn favorieten van deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En waarschijnlijk komt er ook dus nog een review van de lipstick van Malu Wils. En dat was het. En morgen komt er sowieso een filmpje online over
over hoe je een look kan maken met de Rimmel London Mono. En hoe je felle lipstick aan kan brengen. Dus dat zien jullie morgen verschijnen. Doeg!